En geven daarmee meer inzicht in het mysterie dat donkere materie heet. De superscherpe foto is gemaakt met behulp van een wereldwijd netwerk van radiotelescopen. Op de foto zien we de radioboog die ontstaat doordat een groep sterrenstelsels op 3,9 miljard lichtjaar van de aarde als een vergrootglas werkt voor 1 op 11,7 miljard lichtjaar van de aarde gelegen radiobron, een zwart gat dat een straal van materiaal uitspuwt. Donkere materie met de waarnemingen hoopten de onderzoekers meer te weten te komen over donkere materie. Dit mysterieuze goedje kun je niet zien, maar het is er wel, aldus onderzoekers. Ze leiden dat af uit snel roterende sterrenstelsels, zonder toevoeging van donkere materie zouden ze uit elkaar vliegen. De huidige theorieën voorspellen dat er ongeveer 4 keer meer donkere materie dan normale materie is. Maar waar houdt dat zich dan op? Misschien wel in dwergsterrenstelsels, aldus onderzoeker Christiana Spingola. Volgens berekeningen zouden duizenden dwergsterrenstelsels rondom een sterrenstelsel zoals onze Melkweg moeten cirkelen. Maar tot op heden zijn er slechts ongeveer 100 gevonden. Donkere materie is namelijk onzichtbaar, wat kan verklaren dat de dwergsterrenstelsels moeilijk te vinden zijn. De radiobron, het zwarte gat, verschijnt als een radioboog doordat sterrenstelsels op de voorgrond dienst doen als lens. Afbeelding, zei Spingola's zwaartekrachtlens. Gelukkig hebben onderzoekers wel een aantal trucjes om donkere materie op te sporen. Zo kun je bijvoorbeeld kijken naar het effect dat de zwaartekracht van donkere materie op andere, verder weggelegen objecten heeft. Onderzoekers noemen dat ook wel een zwaartekrachtlens.